Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met wisselende bewolking en een paar buien. Die trekken vanochtend vooral in het zuidoosten van het land voorbij. In het westen breekt af en toe de zon door en de temperatuur ligt rond een graad of 10. De wind waait vanuit het zuidwesten, trekt in de loop van de dag aan. Vanmiddag en vanavond waait het hard aan zee, windkracht 7, mogelijk zelfs stormachtig. In de middag is het droger, schijnt de zon nu en dan, maar er valt ook nog een enkele bui en het wordt 11 tot 12 graden. In de loop van de avond krijgen we meer wolken en gaat het regenen. En het waait ook flink vanuit het zuidwesten, mogelijk stormachtig aan zee, windkracht 8. En morgen in de ochtend hebben we in het zuidoosten eerst nog veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Maar in de middag blijft het vaker droog. En met 13 tot 14 graden is het super zacht voor de tijd van het jaar. Het waait stevig vanuit het zuidwesten. Woensdag, donderdag en vrijdag hebben we wisselvallig weer. Met wolken, zon en af en toe ook wat regen. En de temperatuur blijft aan de hoge kant voor de tijd van het jaar met een graad of 11. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.